Nou, zegt Rotterdam, het Rijk, iedereen zegt van we moeten vooral gaan investeren om werkgelegenheid te houden, om door die crisis heen te komen. Hoe staat het havenbedrijf er nu financieel voor? Toch een flinke klap gehad, maar nog gezond om die investeringen te gaan doen? Ja, gelukkig zijn wij een gezond bedrijf. Al onze investeringen kunnen doorlopen en laten we ook doorlopen. En we hebben ook plannen ingediend en laten zien bij de regering van concrete projecten die we kunnen versnellen. Versnellen in de verduurzaming van de industrie. De versnelling levert ook op dat we het verdienvermogen van Nederland bevestigen. En dat we de concurrentiepositie versterken. En dat zijn dus grote projecten die op het gebied van waterstof of walstroom of circulariteit. Naar de toekomst toe goed zijn voor de economie, voor het verdienvermogen van Nederland. Ja, eigenlijk plannen die al op de agenda staan, maar nu eigenlijk sneller uitgevoerd moeten worden. Die plannen liggen er werken mensen aan, er zijn concrete projecten, maar die kan je groter maken of die kan je nog belangrijker maken. Zo kijken wij bijvoorbeeld naar waterstof nu in het havencomplex. Maar je kunt ook zeggen, nou, Limburg, Gemmelot, het industriecomplex daar, heeft ook waterstof nodig. Laten we een groot buisleidingcorridor naar Gemmelot aanleggen. Dan brengen we waterstof naar Gemmelot. Kunnen we ook CO2 ophalen, wat ze daar uitstoten. Dat kunnen we zelfs door naar Noord-Rijn-Westfalen creëren. Dus je kunt het groter maken en dat groter naar voren halen om je daarmee uit de recessie te investeren.